Gisteren brachten we het nieuws dat wetenschappers van het Radboud UMC ontdekt hebben dat mensen in staat zijn bewust hun immuunsysteem te beïnvloeden als ze de technieken van IJsman Wim Hof toepassen. En nu is de vraag, wat betekent dit voor patiënten? En moeten we niet oppassen voor valse hoop? Henk van den Berg is reumapatiënt en Wim Hof believer. Al 1,5 jaar is hij verslaafd aan kou. Elke dag neemt hij een duik in het Gooimeer. Hoeveelste keer is dit nu? Ik denk dat het nu rond de 100 keer zit. We begonnen in december met de korte dagen. En het is een soort van, bijna verslavend, zeg maar. Hoezo verslavend? Je lichaam vraagt erom. Het is het gevoel die je uitgeeft naar zo'n bad. Ja, het is energiek verkwikkend. Voelt goed. Je lijf gaat aan de gang. Henk van den Berg is al 27 jaar reumapatiënt. Sinds 1,5 jaar is hij aanhanger van Wim Hof, alias de Iceman. De man die beweert met zijn technieken zijn afweersysteem bewust te kunnen beïnvloeden. Gisteren kwam het wetenschappelijke bewijs dat ook andere mensen hiertoe in staat zijn. Onze belangrijkste conclusie, dat we nu voor het eerst heel duidelijk en onomstotelijk feitelijk hebben aangetoond dat een mens dus wel in staat is om zijn autonome zenuwstelsel en zijn immuunrespons op een vrijwillige manier te beïnvloeden. En dat was echt iets wat in de tekstboeken staat, dat kan niet. Voor mij was de overtuiging er eigenlijk al. Kijken of het dan wetenschappelijk bewezen wordt of niet. Dat als mijn lijf lekker werkt en goed gaat zonder medicatie en zonder een negatief verloop, zonder pijnstillers. Ja, dan ben ik er al, weet je. Dan ga ik ermee door. Van den Berg is weer aan het werk in zijn smederij. Tot voor kort kon hij niet veel meer. 2 jaar geleden waren mijn schouders ontstoken, beide. Mijn elleboog was ontstoken, mijn knie was ontstoken. Een vriend attendeerde hem op Wim Hof. En daar heb ik op geantwoord van, ik ga niet in een ijsbad. Ik heb een jacuzzi, ik heb een infrarood saunaatje thuis staan. Zwaar in mijn comfortzone, dus daar blijf ik in. Maar Van den Berg ging toch aan de slag met een combinatie van koude training, meditatie en ademhalingstechnieken. Hij belandde in Polen en beklom zelfs in blote bas de Kilimanjaro. En wat voelde u? Power. Ja, je voelt je super. Dat is iets wat, het gaat, het loopt. Zijn reumatoloog is onder de indruk van de vorderingen die Van den Berg heeft behaald. In zijn geval is hij van de medicatie van 1 keer in de week naar 1 keer in de 4 à 5 weken gegaan. Hij voelt zich daarbij zeer goed. Hij is niet vermoeid, wat we ook nog wel eens bij de reumapatiënten zien, die ook goed reageren op behandeling. En kortom, er lijkt een zeer sterk positief effect te zijn. Nou, is het niet zo dat je dan kan zeggen dat er dus direct een verband is, een causaal verband, tussen het effect van die methode Hof en die lage ziekteactiviteit. Ook daar moet je een goede studie voor verrichten, waarbij er meerdere reumapatiënten bekeken wordt en vervolgd wordt. Het directe verband met het welbevinden van Henk van den Berg is dus nog niet aangetoond. Wel denkt de reumatoloog dat de combinatie van ademhalingstechniek, koude training en meditatie een aanvulling zou kunnen zijn op de medische behandeling van reuma. Er zijn ook factoren die we niet in de hand hebben, zoals lichamelijke of geestelijke stress. Als mensen dat hebben, blijft de reuma zeer actief. Kan je elk medicijn geven wat je wil, maar toch blijft het actief. En daar is dat autonome zenuwstelsel speelt een belangrijke rol in. En vandaar dat we hopen dat dit een opening toch is voor een aanvullende behandeling. De vraag is of het nieuws over het bewust beïnvloeden van het immuunsysteem geen valse hoop biedt. Want ook sommige kankerpatiënten houden zich erg vast aan de techniek. Mijn immuunsysteem die heeft niet door dat daar kanker is, want anders hadden ze dat wel weggehaald. Ja. Dus ik denk van alles wat ik kan doen om dat immuunsysteem sterker te maken, krijg ik een grotere kans. Want zoals het nu bij mij zit, niemand die heeft een herstel. Ze hebben alleen maar uitstel. Nou ja, ik zou ook alles proberen als ik kanker had. Maar een wetenschappelijke grond heeft het nog niet, kort gezegd, nee. En je verhoogt je weerbaarheid. Dus als de kanker zich doorzet, dan kan je dat allicht beter hanteren. Als je zo'n training volgt, dan zonder zo'n training. Ja, dus ik zou het ook misschien doen. Maar niet in de hoop dat de kanker zou verdwijnen. Bert Garsen werkt voor het Helen Dowling Instituut dat kankerpatiënten psychisch ondersteunt. Hij deed onderzoek naar de invloed van psychische factoren op kanker. En verder kan kanker zo snel groeien dat al had het immuunsysteem daar effect op, dat het niet meer bij kan benen. Dus de invloed van het immuunsysteem op kanker bij de mens is denk ik erg beperkt.
Terug naar Henk van den Berg. Hij blijft vasthouden aan de methode Hof. Maar genezen zal hij niet. Reuma raak ik nooit meer kwijt. Het is iets wat bij me zit. Het is, gewrichten zijn beschadigd. De pols is er een stuk uitgehaald. Het staat stil. En als ik niet oplet, komt het weer terug. Het is wel een levenslange situatie waar ik in zit met wat ik aan het doen ben, denk ik. Ja. Ik wil het ook niet meer loslaten. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft inmiddels subsidie aangevraagd om te onderzoeken of reumapatiënten baat hebben bij die methode Wim Hof.